Op elke trampoline staat een deelnemer. En wat vandaag de challenge is, degene die het langste blijft springen, krijgt van mij 100 euro. En de eerste seconden zijn begonnen. Oké, 2, 3. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Mees en vandaag ben ik bij GymXL. Ik ben al een hele tijd niet meer bij GymXL geweest. Ja, vandaag wel. Ja, dat vind jij heerlijk, hè? Ja, heerlijk dat Mees al een hele poos niet meer bij GymXL geweest is. Dinsdag gaan we weer trainen. Ja, dus dan ben ik er waarschijnlijk bij. Kijk, waarschijnlijk. Ik weet niet 100% zeker. Want misschien ben ik moe en heb ik helemaal geen zin. Je maakt maar zin. Ik ben je coach. Ja. We gaan samen GymXL verkopen, Mees. Ja, is goed. Hey, GymXL is niet van mij. We kunnen de zaal is van mij. Ja, mag de zaal. 50 euro. Nou, dat vind ik te veel. Hier. Oké, top. Oké, dit heeft niks te maken met mijn video. We hebben hier 4 deelnemers. We hebben namelijk, stel jezelf even voor. Ik ben Kees. Dit is Kees. Kees, doe eventjes een mooie salto. Nice. We hebben hier, wie ben jij? Stel jezelf voor. Een Call of Duty personage mee, zag je dat niet? Ah, nice. Doe eventjes een dubbel full check. Nice. We hebben hier, stel jezelf even voor. Ik ben Melchior en ik doe een salto. Nice. Bedankt. Timo, wie ben jij? Lars Petersen is de naam. Nice, sick. Doe eventjes een lichtcheck. Op elke trampoline staat een deelnemer. En wat vandaag de challenge is, degene die het langste blijft springen, krijgt van mij 100 euro. Tiefel. Yeah. What the fuck, man? Dus we gaan zien hoe dit gaat verlopen. Ze krijgen tussendoor ook nog challenges. Ik ben benieuwd wie dit gaat volhouden. Mr. Beast doet dit altijd. Ik denk dat kunnen wij wel omzetten naar trampoline springen. Ja, precies. Dus sta stil. Dan gaan we beginnen zo meteen. We hebben hier een timer. We gaan kijken hoe lang de langste persoon het vol gaat houden. En om de 2 minuten krijgen jullie een challenge van mij. Moet je op je voeten? Of mag je ook... Nee, je mag doen wat je wil. Zolang je maar in de lucht blijft. Dus je moet de hele tijd springen. Zijn jullie klaar voor? 3, 2, 1, start! En de eerste seconden zijn begonnen. Iedereen is aan het springen. En ik ben benieuwd hoe lang mensen het vol gaan houden. Kijk, iedereen is lekker aan het springen. En ik ga eventjes bedenken wat de allereerste challenge wordt. Timo. Jij bent slim, Timo. Wat zeg jij, Timo? Heb je ook de wifi-code? Ik heb de wifi-code niet voor jou, helaas. Want dan kan ik... Gewoon voor mijn telefoon. Ja, jij bent slim als je je telefoon bij je hebt. Super nice. Hé, hey, ik zie dat best wel een flesje water mee heeft genomen. Ja, je mocht je voorbereiden, hè? Timo is aan het springen. Oh, kijk uit. 1,5 minuut is voorbij en zometeen gaat de eerste challenge van start. Omdat ze nu waarschijnlijk nog niet heel erg moe zijn, maar wel een beetje, hebben we een allereerste challenge. En die begint over 5 seconden. We beginnen aan de kant van Timo. Blijf lekker doorspringen. Timo, jouw challenge is om 2 ball-outs te doen. 2 ball-outs? Dat is niet zo moeilijk. Ball-out, ball-out. Oké, en blijf springen, Timo. Oké. Lucky. Oké, Melchior, voor jou als volgt 2 kabooms. Oh. Ja? Ja, oké, blijf springen. Ik loop over je trampoline heen. We zijn aangekomen bij Lars. Lars, omdat jij echt een master bent in het springen. 2 frontflips. Ja, en blijf springen. Lekker. Ben je klaar voor de challenge? Jawel. Dubbel back naar dubbel back. Nee, gaf je. Jij mag, omdat je er super goed in bent, 2 sideflips doen. Ik ben helemaal niet goed in sideflips. Nee, daarom. Achter elkaar hoor. Ja, sideflip naar sideflip. Rustig aan. Ja, en blijven springen. Netjes. Iedereen heeft het gehaald. We zitten op 3 minuten. Zometeen komt de volgende challenge. We zijn aangekomen bij de tweede challenge. We hebben nog 30 seconden voordat hij begint. Maar wat het wordt, ik ga een blok gooien en je moet hem vangen in een salto. Het kan zijn dat ik het verpest doordat ik verkeerd gooi. Dan mag ik nog een keer gooien, dan is er niks aan de hand. Maar als ik hem goed gooi en zij vangen hem niet, is hun eigen fout. Als je hem vangt, mag je 30 seconden even chillen en hoef je dus niet te springen. Je moet dit blok vangen in een salto. Zo achterover doen. Ja, lekker. Oké, je mag 30 seconden op de mat. 30 seconden je mag 30 jou. Seconden chillen. Nu in. Oké, let's go. Lars, voor jou precies hetzelfde. Okay. Klaar voor? Ja.
Oké, Lars ook 30 seconden. Ga staan, ga staan, ga staan. Ja, je mag het ook later inzetten, inderdaad. Oh, je mag het ook later inzetten. En go. Nice. Oké, iedereen vangt hem tot nu toe. Het moet ook nog niet heel moeilijk zijn. Hey, Timo, ben je klaar voor? Ja. Timo heeft het niet. Wat doe je? En Lars die is gewoon van dingen aan het wisselen. Timo is de enige. Timo is de enige die het niet heeft gehaald. We zitten op 5 minuten. Ik dacht, als je echt gewoon heel hard je best doet en je die 30 seconden dus houdt, zij hebben allebei nog de kans om 30 seconden te springen. Jongens, blijf op je trampoline. Wie nu binnen 3 seconden niet op zijn eigen trampoline staat, ligt eruit. 3, 2, 1. Heel goed. Mijn gokje was dat de langste 30 minuten volhoudt. Hoe gaat het nu met jou? Goed. Ja, gaat goed? Zeg wel. Een goede tactiek. Hoe lang denk je, we zitten nu op 5 minuten 50, hoe lang denk je dat je het vol gaat houden? Een uur. Een uur? Ja. Ik heb Boas als coach, hè. Ja, oké. Okay, ja. Lekker wedstrijd! Moet je een slokje water, moet je zeggen, hè? Dan gooi ik wat water naar je toe. Jongens, dubbel flip check. 10, 9, 8, 7, dubbel flip check. Oké, 2, 3. Lars! Nee! Lars is af! Lars is af! Lars is af! Wil jouw challenge? Oké, nog 30 seconden. Ja, die mag je nu niet inzetten. Hoezo niet? Ja, ik heb 30 seconden. 3. Nee, maar. Ja, op de mat. Oké, Lars, haal steempje schaar van mijn wind. Ga niet 30 seconden in. Hij heeft lukt! Hij heeft lukt! Hij heeft nog 10 seconden. 10. We gaan niet zeggen, als hij het zelf niet bijhoudt, gaat hij als vanaf. 6, 5, 4, 3, 2. Dan maak je wel nog één dubbel flip check om zichzelf te redeemen. Lars, om jezelf te redeemen, nog een dubbel flip check. 10. 9, 8, 7. Nice, nice. Top, top, top. Lekker. Oké. Oh ja, je mag je pauze inlassen. Go. Ja. Jij hebt geen pauze, Timo. We zitten nu op 7,5 minuut. Ja. Vind je dat het goed gaat? Ja, ik ook. Denk je dat je het vol gaat houden? Tot nu toe ben ik nog goed in moed. Ik heb echt alle body mee en zo. Dus hoe lang denk je dat je het vol gaat houden? Ik denk zeker nog wel 30 minuten. Oké. Nou, dat is dan wel 30 minuten minder dan Wessel. Wat dan? Hij zit nog een uur. Ik ga het zeker nog anderhalf uur volhouden. We kunnen ze ook nog even 10 minuten laten springen, timelapse inlassen. Even moe maken. Jawel. Even moe maken, ik ben al moe. Oké, challenge. Voor de komende minuut, over 5 seconden, mag je alleen nog maar op je billen of je knieën springen. De komende minuut. Nu? Ja, go. Billen of knieën, billen of knieën. Oh, maar dat is niet fijn. Ja, je moet het zelf kiezen. Je mag ook deze op je billen. Kijk, Timo er vol voor gaan. Timo, doe even superhero. Doe even superhero. Oh, nee, echt uit. Ja, je. Maar hij heeft wel recovery. Lekker. En klaar. Yes. Oké, nu mogen jullie even gewoon lekker springen. Wordt eventjes. Laten we doen. 5 minuutjes rust. 5 minuutjes rust. 5 minuutjes rust, springen. Rust. Rust. Jullie mogen 5 minuutjes normaal springen. Timo, wat ben je aan het doen? Ja, dat is ook wel. Ja, ja. Timo blijft. Hier, kom. Kijk dit. Timo heeft een tactiek gevonden. Ik wissel gewoon af. Het is een zachte plek waar hij nu op zit. Dus dit is super nice. Dit is echt tactiek. Ik kan zelfs mijn buik. Zie dit? Ik kan alles. Jij kan alles zien. En Melchior is ondertussen salts aan het doen. Want ja, wij hebben niet, hè? Niet. Melchior, jongen. Melchior maakt het gevaarlijk voor zichzelf. Ze hebben nog een paar minuten om te springen. En als ze die paar minuten halen, is de volgende challenge aan de beurt. Die heb ik al verzonnen. Als je die haalt, dan ga je door. Als je hem niet haalt, ga je niet door. En ik ben benieuwd wie die 100 euro gaat winnen. Laat alvast hier beneden weten wie jij denkt dat die 100 euro gaat winnen. Ik ben Wessels hulpje, dus ik ga hem even wat drinken. Ik weet niet, maar hij zal alleen maar laten springen. Ja, oké, okay, vang mond open. Nee, niet vang. Nee, dit helpt niet. Luister mij in de wat. Nee, springt. Lekker bezig, jongens. Hou vol. We zitten op 12,5 minuut. Nog anderhalve minuut en dan komt de volgende challenge. We zitten op 14 minuten. Jongens, de volgende challenge is als volgt. Je moet binnen 20 seconden 10 salto's doen. Degene die het niet complete moet een minuut lang op zijn allerhoogst springen. Go! 19,
18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Lekker. Oké, de tijd loopt door. Lars, kom even hierheen. Hey. Hoe vind je dat het gaat? Ja, het is wel raar, want je raakt eraan gewend. Alles gaat de hele tijd zo. Ja. Ik denk als jullie straks niet meer op de trampoline staan, dat jullie echt denken, wow. Ja, dat denk ik ook. Hoe lang denk je dat je het volgt? Als er niet meer van die rare challenges tussen komen, dan heel lang. Maar ja. Maar hoe lang zou je denken dat je het maximaal... Ja, je houdt het best wel lang vol, want dan ga je even springen, ga je weer op je rug. Ik denk een uurtje, anderhalf of zo is wat te doen. Oké. Wat ben jij aan het doen, Timon? Ik kan niet reageren, ik slaap. Oh, je slaapt. Timo die blijft gewoon gaan, jongens. En iedereen heeft zo zijn eigen tactiek om dit vol te houden. Als wij op de 20 minuten zitten, gaat er voor jullie een challenge komen. En daarbij gaat iemand afvallen. Dus wees ready, jongens. Wees ready. Ondertussen is de rest daar nog steeds aan het springen. En de tijd loopt door. We zitten op 18 minuten, nog 2 minuten. Totdat er iemand afvalt. Wat een gasten. Oké, zometeen ga ik aftellen en dan krijgen jullie van mij een challenge. Degene die als laatste is bij deze challenge, die verliest en ligt eruit. Ik zeg alvast wat het eindpunt is. Het eindpunt is je eigen trampoline. Alleen je moet daarvoor iets aanraken. Op het moment dat ik heb gezegd wat je moet aanraken, ren je daar zo snel mogelijk heen en ren je terug naar je eigen trampoline. Zijn jullie er klaar voor? Jullie moeten aan de andere kant van Nederland. Nee, is onzin. Jullie moeten die muur aanraken. Go, 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 go. En daar gaan ze. Wie gaat er afvallen? Wie gaat er afvallen? Aan de andere kant komt Timo. Wie gaat er afvallen, jongens? Go, 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 go. Terug, 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 terug. Terug, terug, terug. Wie gaat er afvallen? Daar gaan ze. Timo gaat eraan. Wie gaat er afvallen? Wie gaat er afvallen? Lars! We hebben helaas een duidelijke verliezer. Lars heeft een tweede kans gehad. Ja. En helaas lig je er nu uit. Het spijt me, Lars. Dat is leuk. Lars, je hebt wel je best gedaan en je hebt gestreden. Geen tik hem aan. Ik vind het niet eerlijk, mees. Nee, maar ik denk dat jullie ongeveer gelijk waren. Ik denk nog steeds dat Melchior eerder was, maar... Je bleef stilstaan. Okay. En je moest wel in één keer doorspringen. Oké, als volgt. Melchior, je mag één plekje opschuiven. Timo, jij ook. En we zitten op 22 minuten, jongens. Gaat het nog steeds goed, Wessel? Nee. Niet meer? Je hebt zeker. Melchior? Ja, helemaal toppie, weet je. Lekker. Je moet gewoon lekker blijven springen. Dat is het. Dat moet ook, anders lig je eruit. Timo? Ik liep net over al die punten heen met mijn voeten. Dat is echt super zeer. Nice. Nou ga ik dus. We hebben hier een mooie dobbelsteen en die gaan we gebruiken voor de volgende challenge. Wat de challenge wordt, ze gaan zo meteen allemaal gooien. En het getal wat ik in mijn hoofd heb, ga ik natuurlijk influisteren bij jullie. Als ze die gooien, krijgen ze een minuutje rust. Omdat ze al heel lang aan het springen zijn, 1 minuutje rust. Heb je geluk. Wat als volgt het getal wordt, is het getal nummer 2. Wessel, kom even dichterbij. Pak deze mooie dobbelsteen. Jij mag zo meteen, terwijl je aan het springen bent, de dobbelsteen hier opgooien. Als jij het getal gooit wat ik in mijn hoofd heb, heb ik net tegen de kijkers gezegd, dan krijg je een minuut rust. Mag je zelf inzetten? Nee, natuurlijk mag je dat niet. Je moet meteen gaan zitten. Je mag gooien. Oeh, wat denk je zelf? Nee. Heel goed, nee, dat was hem niet. Oké, Melchior. Maar heb je nu hetzelfde nummer? Ja, hetzelfde nummer. Ik hou gewoon hetzelfde nummer. Het is niet 4. Kan ik gewoon zeggen dat het is? Nee, dat ga ik zeker niet zeggen. Als jij hem nu goed gooit, weet Timo het al. Ja. Nee, dat is een grapje. Ik ga nog niet zeggen welke het is. Goed. Oké, nice. Goed gegooid. Timo, als laatste. Maar heeft hij nu die rust? Dat ga ik zo aan hem vertellen. Als jij hebt gegooid. In ieder geval, Wessel heeft hem niet. En jongens, het was tussen 3 en 2 waar ik tussen aan het twijfelen was. Degene die vanaf nu 1 minuut aan de kant mag zitten is geworden... Melchior, zitten! Oh, wat een rust!
achterin. Jammer, Timo. Oh, een minuut gaat nu in. Spring even door. Kom even dichterbij staan. Even naar een andere kant. Ik heb nog geen pauze gehad. Ja, aan wie ligt dat? Ja. En Melchior die mag nu gewoon eventjes een minuutje chillen. Dit is echt het chillste ooit. Als je gewoon een challenge doet voor 100 euro en dan mag je gewoon chillen om mee te doen. Ja, ja. Ik kan die pauze niet komen. Jongens, spring even door. Ik was als een echte man doorgegaan. Dat doe ik nu ook. Jullie kunnen allebei Cody, toch? Nee. Ja. Cody check. Kijk, lekker jongens, lekker. En Melchior, je mag alweer bijna gaan. Nog 14 seconden. Dus ga alleen alvast klaarstaan. Er gaat weer iemand afvallen. En ik ben benieuwd wie van jullie drie dat is. Lars, wie gok jij? Ik hoop Melchior. Wat? Ja? Nee, ik hoop Timo. Wat? Ik denk, ik heb een voorkeur. Ja. Nou, niet de voorkeur, ik denk dat die persoon het wordt. Zij kijken allemaal die kant op, naar de muur. Jij doet een trick. En degene die hem als eerste nadoet, ze weten niet welke het is, die wint. En dan degene die hem als volgende nadoet, die is dan niet af. Het is weer tijd voor iemand die afvalt. Jullie mogen eventjes met je gezicht daarheen naartoe. Ja, daarheen. Kijken, je mag niet achteruit kijken. Lars gaat een trick doen. En als ik ja zeg, moeten jullie allemaal proberen die trick na te doen. Jullie kunnen alleen niet zien wat hij doet. Er moet natuurlijk wel een trick zijn die een van hun kan. Ja, ik weet dus niet, jij moet even zeggen of iedereen dit kan. Dat kan iedereen. Ja, weet je. Dat kan iedereen. Ga je gang, je mag een trick doen. Okay. Oh, Melchior heeft hem al! Yes! Melchior heeft hem al! Ja, maar... Ja, maar ik denk hem twee, hij is nog niet klaar, hij is af. Oké, Lars. Revanche. We gaan voor een revanche. Ja, revanche. Oh, yes. Oh. Oh, als ze dit nadoen. Oké, let's go boys. Let's go. Oh, nog niemand heeft het nagedaan. En Timo heeft het nagedaan. Timo heeft het nagedaan. Het was gewoon een simpele backflip. Oké, wissel van trampoline Timo en Melchior. Wie gaat afvallen jongens? Nee, ik weet het goede. Oké. Geen combo toch? Nee, het was gewoon één trick. Oké. Wie gaat er afvallen? Nee. Nee. Kaboom? Nee. Nee. Ketsoi? Nee. Of wacht misschien. En Melchior is door! Oh, yes. Het was een ball-out! Okay, het was een ball-out! Wessel, yes. Eraf, spring maar in de bak. Doe even een sikke trick in de bak. Nice. Timo, hierheen. Timo, hierheen. Timo krijgt karma. De finale tussen je boy Timo Miedema, je favoriete ginger, en Melchior, oftewel Tornado, want deze gast twist als een held. Ik ga heel even een klein dingetje doen. Okay. Ik ga even kijken hoe standvastig ze zijn voor je 100 euro. Nou. 10 euro voor degene die nu stopt met springen. Wil je dat, Timo? Stop nu met springen, Lars. Jij doet niet meer mee. Kutsel, nee. Timo, 100% zeker 10 euro of 10 een kansje op 100. Timo, ik ben zwaar teleurgesteld in je als je nu opgeeft. Nee, ik ga door. Ik moet door. 10 euro. En jij? Ik bedoel, alles of niets. Let's go! Oké, maar wacht, dan maak je het leuker. Oh nee! Ah, wat een guy! 20 euro! 30 euro! 30 euro! Wat? Voor wie nu stopt met springen? 30? Dat staat bijna de helft. Alles of niets, kom op. Alles of niets. Dubbel flipcheck en niet dezelfde die je vorige keer deed. Dat deed ik net ook weer. Okay, dubbel back en dubbel side volgens mij. Dubbel full is geen dubbel flip, dat is een dubbel twist. Timo, dubbel flip! Timo, dubbel flip! Oh! Kom op, maar je kan niet zo'n bond doen voor mijn neus, Timo. 32 minuten. 65 euro. Mag ik het vasthouden dan? Ah, ik wil het zo graag doen! Nee! Nee! Nee. Ik ga door. Ga je door? Oh, hij gaat door! Dat had ik oprecht niet verwacht. Timo, we gaan twee trampolines verplaatsen. Melchior, jij mag naar die helemaal in de hoek. Timo, jij mag naar deze. Die is eerst in de trippel. Wow, deze vind ik echt anders.
Deze moet echt anders. Ah, dat aanbod was te goed. Klik erop. Hey. Nee! Het is 40 euro geworden. 3, 2, 1. Jammer. Nee, gastlingen gelukkig. Oké jongens, we zijn echt heel lang bezig. We zijn namelijk 34 minuten bezig. We moesten er eigenlijk om 6:30 uit en het is 6:55. Ik ga even met mijn compagnons een nieuwe challenge verzinnen. En iedereen mag daaraan meedenken. Hebben jullie nog leuke suggesties? Ze mogen alleen op de rode lijnen springen. Oh, alleen op de kruis. Nee, gewoon de rode lijnen. Ze mogen gewoon op alle rode lijnen springen, wat het team echt fijn doet. Ja. Zodra één voet helemaal naast de rode lijn staat, dan moet je gelijk een dubbel flipcheck doen binnen één sprong. En als je die niet landt, ben je af. Oh, dat vind ik een goeie. Jongens, luister. We hebben een challenge voor 2 minuten. 2 minuten lang mag je alleen maar op de rode lijnen springen. Ben je met één hele voet ernaast, moet je binnen één sprong een dubbel flip doen. Haal je die niet, ben je af. Zo. Als je hem mist, mag je nog maar één sprong doen, dan moet je dubbele salto doen. Die moet je landen, oké? Timo, dubbel flip, spring! Spring! Nee, ik kan niet zo zeggen. Maar het was nog niet ingegaan. Timo. Ik zei, je moest ervoor gaan. Je had 40 euro. Euro. Nee, heb je dat 100 euro? Melvio heeft 100 euro gewonnen. Hey. Lekker hoor. Letterlijk een half uur springen en dan stilstaan. Ik heb geen idee waar me overkomt. Dit is zo raar. En Timo is er helemaal klaar mee. Hoe voel je je? Ja, duizelig. Heel erg duizelig. Maar ja, en ik ga nog eventjes om het echt te laten zien. Op mijn Instagram ga ik het geld aan Melchior geven. Dus moet je even me volgen hier beneden. Dankjewel. Lekker gedaan. Dit is echt super tof. Jij hebt gewonnen. Dankjewel. En Timo, jij hebt verloren. Je hebt verloren. Oh, maar ik had dit kunnen winnen. Dit is heel jammer. Dit is heel jammer. Je hebt wel heel hard gestreden, Timo. Want je hebt 2 mensen uitgeleefd. Ja, en daar deed ik het voor. Dat is allemaal gewoon goed. Het is alleen jammer dat je nu al je geld kwijt bent, want je had gewoon heel veel geld kunnen hebben nu. Ik weet niet hoe het zou lopen, dus ik had ook geen idee, geen voorspellingen van tevoren. Maar dat was heel leuk om te leiden. We gaan even kijken hoe lang het uiteindelijk geduurd heeft. Uiteindelijk hebben Melchior en Timo 36 minuten gesprongen. 36 minuten lang. Bij Melchior gaat er 1,5 minuut af, dus eigenlijk heeft Melchior iets minder lang gesprongen. Dat is chill. Maar inderdaad, het voelt nog steeds alsof je moet springen. Dat is gewoon het hele ding met dit springen. Melchior, nogmaals, sluit even af met een sikke sprong. Vond je deze video leuk? Duimpje omhoog achter. Vergeet niet te abonneren hier beneden. En go! Woo! Later! Dan, als je